man die, nou, behoorlijk aan de weg aan het timmeren is. En hij is geen wegwerker. Hij heet Leroy. Kevin komt eraan. Leroy, ben je er? Oké, hartstikke goed. Gaan we eerst even de mensen blij maken. Mag ik een applaus voor Leroy? Kom ook even met elkaar slagen, dan staan we zo hard. Vertel eens even wat over jezelf. Je pincode, je huisadres, je telefoonnummer, heb je ook een e-mailadres? Ja? Nou, schrijf dat straks allemaal even op, dan gaan we de mensen dat even uitdelen, dan kunnen ze je al lastigvallen. Ik heb maar één pinpas. Je hebt één pinpas. Nou, die moet je dan even aan mij geven, want anders dan, dan moet je me samen even delen. Dat vind ik een goed idee. Maar hoe lang zit je al? Ik denk 2 jaar. 2 jaar? Heb je al een eigen single? Ja, oké, heb je die bij je? Ja. Kom niet bij je. Jawel! Wel bij je? Want daar zit je fan gedeelte. Als je een eigen single hebt, dan moet je die eigen single hebben. Want hier zit Radio Twente dan. Dat is ook wel verstandig om hier een single te nemen. En die hebben we 16 en 17 april een groot feest. En dan misschien kunnen we nog wel tussendoor. Je weet wel, natuurlijk. Wat voor materiaal ga je zingen? Welke soort muziek ga je zingen? Nou, ik denk dat we eerst beginnen met VP. Heel bekend met elkaar. Ik vind het een goed idee. Applaus voor Leroy! Dankjewel! Wat een hoog ding zeg. Nou, zo zeg ik, weet niet wat het was. Pas de fluit, man. Pas de fluit, pas de fluit. Oh, dag. Hi. Zeg, ik zou zeggen, gooi me maar gewoon in. Denk maar. Dit is een